8e Visdeurbeljournaal. En daarmee zijn we alweer bijna halverwege het visdeurbelseizoen. Goed dat je weer kijkt, want er zijn weer een hele hoop leuke beelden van afgelopen week die ik graag met je deel. And thank you everyone outside the Netherlands for watching the Visdeurbel News Report. Great having you here again. You helped out many fish this week. And based on your photos, I could gather the best fish videos that I want to share with you. We are already halfway through the visdeurbel season. But based on the weather, I guess the best has yet to come. So, don't worry. Now, before we dive into the fish videos, I promised I would share with you some more Dutch words to learn. And the first word of this week is the word lente. It is something we are longing for already quite some time here in the Netherlands. It's the Dutch word for spring. Lente. I love this word. It's a beautiful word. It's even a Dutch name. The second word is actually quite funny when I thought of it myself. It is the word troebel. And it's the Dutch word for cloudy. So when we talk about cloudy water, in Holland we say troebel water. Troebel. Do notice the Dutch R, which has to roll. It's like you're roaring, like grrr. Troebel. Well, I'm sure when you practice this word at the coffee machine, you will at least make someone laugh. Time to switch on the subtitles. Nou, voordat we naar de visbeelden gaan kijken, vind ik het nog leuk om te delen dat we deze week zijn gestart met een nieuwe campagne. De campagne Onderdompelen. Het is een campagne waarbij we de onderwaternatuur van Utrecht op de kaart willen zetten. En samen met jou en de stad te gaan verkennen wat we kunnen doen om de onderwaternatuur in Utrecht te verbeteren. Nou, als aftrap ging ik met Barry de Baars op reis. Dwars door de stad Utrecht, de route die de vissen die jullie samen met mij doorlaten, ook afleggen om helemaal tot de Kromme Rijn te komen. Nou, het hele filmpje kun je terugkijken op mijn kanaal. En als je meer wil weten over de campagne Onderdompelen, ga dan naar www.onderdompelen.nl. Het heeft deze week veel geregend en de temperatuur is nog vrij laag. En dit zie je terug in het aantal vissen en het aantal vissoorten. Er zijn deze week slechts 6 vissoorten voorbijgekomen. Toch lijkt het doorzicht te verbeteren. En we hebben serieus leuke visbeelden te pakken dankzij jullie foto's. Nou, allereerst starten we de ochtenden nog steeds met de brasems. Ik dacht dat we de piek gehad hadden, maar bijna elke ochtend zie je die donkere schimmen weer voorbij trekken. En als je goed kijkt, zie je zelfs de paaipukkels op de kop zitten. Dat zijn witte pukkels die ze krijgen wanneer de voortplantingsperiode volop aan de gang is. Deze week was de karper de meest voorkomende vis. Geregeld zien we ze in groepjes voorbij trekken, wat ze doorgaans alleen doen wanneer ze met de paai starten. De grote kop, de grote schubben en die grote afgeronde staart, die zijn onmiskenbaar als ze voorbij zwemmen. En geregeld passen ze niet eens in het beeld. Het valt me op dat er soms ook wat smallere karpers tussen zitten, terwijl andere behoorlijk rond zijn en een dikke buik hebben. En ik dacht, misschien zijn er wel karperliefhebbers die kunnen uitleggen wat dat verschil is of hoe dat verschil ontstaat. Ik ben heel benieuwd. En deze week zien we dan eindelijk de snoeken in beeld. Ze kwamen behoorlijk veel langs. En zoals ik gezegd had ik die al eerder verwacht. Maar eerlijk is eerlijk, het is nog steeds koud, dus wat dat betreft zijn ze nog steeds op tijd. Het viel me op dat er vooral veel kleinere snoeken te zien waren en dat zijn doorgaans de mannetjes. Vrouwtjes zijn veel groter en dat zie je op dit prachtige beeld. Hier zie je een grote dame en een man die haar flankeert, dus die langs haar meezwemt. Dit is typisch voortplantingsgedrag. Dus dit verliefde stel gaat zeker jonge snoekjes maken. Verder heel veel imposante beelden van baarsen. Wat hier opvalt is dat het vrijwel altijd om grote baarsen gaat, van zeker 30 tot 40 centimeter groot. En dat zijn de baarsen die nog steeds bezig zijn met de voortplanting. Heel anders dan de kleine baarsjes die we straks gaan zien wanneer het warmer wordt, dat zijn de baarsjes die ook gewoon leven en rondhangen in de sluis. De paling liet zich nog een aantal keer zien 's nachts, blijven fascinerende beelden. En ook zag ik meerdere keren schone koolblij midden in de nacht langs zwemmen zoals hier. En toch wel bijzonder dat we de blankvorms vooral overdag zien en de koolblij nu juist 's nachts. Nou, we sluiten af met deze poten en scharen die over de camera kruipen.
Ook de Chinese wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeften zijn in beweging. En juist daar wil ik nu wat meer over vertellen. Ik wil even inzoomen op die grote scharen die af en toe voorbij komen op de visdeurbel. De Amerikaanse rivierkreeft. En breder ook kijken naar invasieve exoten. Nou, voor de Amerikaanse kijkers onder ons, jullie zijn ongetwijfeld bekend met deze prachtige vuurrode rivierkreeft. Ze komen van oorsprong voor in het zuidoostelijke deel van de Verenigde Staten en Mexico. Maar in de jaren 80 zijn ze met handelaren meegekomen naar Europa en Nederland. En daar zijn ze ontsnapt of opzettelijk uitgezet. En sindsdien hebben ze zich razendsnel verspreid door heel Nederland heen. Met dichtheden tot 1,5 kreeft per vierkante meter of 3 kreeften per strekkende meter oever, zijn de watergangen ermee bezaaid in Nederland. Er is geprobeerd om ze weg te vangen, maar het gekke is dat soms juist de aantallen toenemen naarmate ze meer bevist worden. Kortom, die gaan nooit meer weg. Nou, is dat nou zo'n probleem? Ja, dat is echt een behoorlijk probleem. De Amerikaanse rivierkreeft komt hier van oorsprong niet voor. En daarmee hebben ze eigenlijk nog geen natuurlijke vijanden. En ze hebben ook nog eens een groot effect op ons water. Ze graven namelijk flinke gangen in de oevers en ook in onze dijken. Ze knippen waterplanten af om de bodem lekker kaal te krijgen, zoals ze dit zelf graag zien. En ze zijn zeer agressief, niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen andere bodembewoners. Nou, tot een paar decennia geleden kwam in Nederland nog volop de Europese rivierkreeft voor. Maar deze is inmiddels helemaal verdwenen. Dit komt door de concurrentie met de rode Amerikaanse rivierkreeft en ook door de ziektes die deze kreeft met zich meebracht. Hoe bizar is dat, terwijl die rode Amerikaanse rivierkreeft maar op 1 of 2 plekjes ooit is losgelaten. Nou, goed om even naar de begrippen te kijken, want wat is nou een exoot? Een exoot is een diersoort of een ander organisme dat door menselijk handelen op een plek is gekomen waar ze van oorsprong niet voorkomen. Heel veel planten komen via onze tuinen of via aquaria in ons land terecht. Andere soorten reizen met ons mee. In ons bagage als we terugkomen van vakantie bijvoorbeeld. Of in ballastwater van schepen die heel de wereld over reizen. Maar er zijn ook heel veel dieren die als huisdieren gehouden worden. En dan soms met de beste bedoelingen buiten uitgezet worden. Denk bijvoorbeeld aan de roodwangschildpad. Deze kan je als hele kleine schildpadjes voor een paar euro kopen. Super schattig en prachtige beestjes. Maar ze worden tot wel 30 centimeter groot en ze kunnen wel 30 tot 50 jaar oud worden. En inmiddels zitten de meeste stadsvijvers in Nederland vol met deze schildpadden. Nou, een exoot hoeft geen probleem te zijn. Zoals die roodwangschildpad, die kan zich nog niet voortplanten in Nederland en zal dus niet snel uitgroeien tot een groot probleem. Maar andere soorten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft, wel. Dit zijn invasieve exoten. Het zijn soorten die zich goed kunnen voortplanten hier, nog geen natuurlijke vijanden hebben en daarmee zich massaal kunnen verspreiden. En doorgaans ook nog een groot effect hebben op het Nederlandse ecosysteem. Hoe weet je dan of een soort invasief is? Doorgaans weten we dat van tevoren niet. Het is alsof je op je laptop allemaal willekeurige softwareprogrammatjes gaat plaatsen. 9 van de 10 keer gebeurt er niet zoveel, totdat er een virus tussen zit en je volledige laptop crasht. Nou, inmiddels kennen we best wel veel invasieve exoten in Nederland. En ook op de visdeurbel zie je geregeld dit soort soorten voorbij komen. Zoals de Chinese wolhandkrab, de Amerikaanse rivierkreeft en de zwartbekgrondel, die ik ook nog verwacht. Wat kunnen we nou doen om dit te voorkomen? Nou, aan deze soorten doen we niks meer. Het is enkel hopen dat de natuur een nieuwe balans weet te vinden en op plekken waar het echt een probleem is, dat we proberen het te beheersen. Nou, wat kunnen we wel doen? Voorkomen dat er nog meer invasieve exoten bijkomen. Bijvoorbeeld door heel bewust met huisdieren om te gaan. Besef je goed waar je aan committeert, of het nou een goudvis, of een schildpad, of een hond is. Het is fantastisch om huisdieren te hebben, maar het is wel een lange termijn commitment. Mocht het nou toch voorkomen dat je je plant of dier niet langer kan verzorgen, zet ze dan nooit uit in de vrije natuur. Daar is het dier niet blij mee en daar is de natuur niet blij mee. Zoek voor een nieuw geschikt plekje voor je huisdier. En dan is het tijd voor de visvoorspelling van deze week.
De temperatuur blijft deze week vrij constant, zo rond de 11 graden. En daarmee is het relatief fris weer. Ook 's nachts dalen de temperaturen soms tot wel 5 of 6 graden. Dus de watertemperatuur zal mogelijk ook weer iets afnemen. En daarmee verwacht ik niet dat het deze week storm gaat lopen met vis. Toch is de vismigratie inmiddels in gang gezet, dus blijven kijken voor de vissen die wel langskomen. Wanneer gaan we kijken? Nou, zoals altijd, kijk vooral even in de ochtend. En de zon gaat in Nederland op ongeveer 6:50. Die eerste 2 uur is tot nu toe altijd gebleken dat er dan meer vissen zijn dan de rest op de dag. Dit was het Visrebelsjournaal van deze week. Ik hoop dat je net als ik genoten hebt van de visbeelden van afgelopen week. Volgende week vrijdag zijn we terug met nieuwe beelden. Ik hoop je dan weer te zien. Thank you so much for watching the Visrebel News Report. I really hope you enjoyed the fish video as much as I did. Next week Friday, we'll be back with new videos. I hope to see you then.